Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is lekker aan het spelen. Ik zie je. En Jordi? Hij heeft lekker geslapen, hij heeft al gepoept. Dus hij gaat de goede kant uit. En straks gaat hij naar opa en oma. Als alles goed gaat. Ja. Papa en mama hebben weer allemaal feestjes, dus... Nou weer allemaal feestjes. Alsof we elk weekend feest hebben, dat hebben we niet. Oh. Papa en mama hebben allemaal feestjes. Drie feestjes. Maar Jordi mag zondag ook mee naar een feestje, hè? Want zijn oma is jarig. Het gaat allemaal verder goed. Dus we hopen dat we gewoon een rustig dagje hebben met Jordi. Alleen ja, als hij moet poepen, dan als hij thuis de persen, zeg maar, dan moet hij huilen. Oh, ja, dat is gewoon normaal. Wij gaan zo even iets eten. En tot straks. Jordi is wakker. Ik was net zijn spullen aan het pakken. Ik ben de hele tijd al met van alles bezig geweest. Ik had gisteravond ook soep gemaakt, vriezer gestopt en alles. En al zijn spullen ben ik aan het klaarzetten voor mee naar mijn ouders te nemen, zodat hij alles heeft bij mijn ouders wat hij nodig heeft. Tenminste, hij is echt net wakker hoor. Hij is nog niet up-to-date. Stiekem lachen. Hey. Ben jij blij? Ja, ben jij blij? Geef papa een kusje. Zeg maar nee papa, je kriebelt, ga weg. Mwah. Wij zijn bijna bij mijn ouders om Jordi af te gooien. En dan gooi je nog wel? Ja, gooi je. Ja, hup, bam, hier hebben we hem. Maar we gaan hem even eten geven. Zorgen dat Niels geknipt is. En dan gaan we weer op weg naar huis. En dan gaan wij... Ze zijn er nog niet, ze komen eraan. Ja, wat ga je nou doen? Oh, je gaat hem in de innam zetten. En dan gaan we... Onderweg nog even gaan we eten. Ik hoop dat mijn moeder ook wel kan vloggen tussendoor. Dat ik toch wat materiaal heb. Want Jordi komt zondag pas weer thuis. En het is nu vrijdag. Dus we zullen zien. En Jordi, ga je bij opa en oma slapen? Echte wijsneus. Lijkt precies op jou. Hij zit echt te kijken van wat voor geheugd ga je hem nou weer achterlaten. Ja, dat klopt. Dat is waar. Hier valt ook geen hol te beleven. Nee, hij zit al rond te kijken. Ik zie wel internet. Maar wij gaan even naar binnen. Kijk hem nou zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben uitgeslapen. Wij hebben uitgeslapen, ja. Dat was wel lastig, want ik was ieder uur wakker. Ik ben daar niet gewend. Gisteren hebben we Jordi afgezet bij mijn ouders. Daarna zijn wij gelijk naar huis gegaan. Niels is gaan douchen. Ik ben mij gaan plamuren schuren. Dat ik in ieder geval er enigszins fatsoenlijk uitzag. Bianca kwam ondertussen al om ons weg te brengen. Dus we hadden geen tijd meer om überhaupt iets te vertellen in de video. Maar je gaat nu een paar clipjes zien. Wat mijn moeder gisteren nog heeft gefilmd van Jordi. En... Zodat jullie toch iets van Jordi nog hebben gezien. Thank you.
Nou, dat was dus onze vrijdag gisteren. We hebben een heel leuk feestje gehad. Ja. Ze zagen er echt super mooi uit door een ringetje te halen, onze buren. Toch? Ja. Of vind jij niet... Ja. Het was ook heel erg gezellig. En... En de buurman kan ook nog een beetje zingen. De buurman kan ook nog een beetje zingen. Je hebt er een stukje van gefilmd, toch? Ja, een klein stukje. Nu een klein stukje van onze buurman Bas die aan het zingen is voor zijn Anne. Ik vond eigenlijk dat hij best wel kon zingen, toch? Ja. Ja. Zijn opkomst was geniaal. Ze hadden nog een verrassingsact. En toen werd Bas van de buurvrouw gepresenteerd. Want voor de mensen die Bas niet kennen, hij heeft zelf Café de Buurvrouw in Den Bosch. En het is een heel gezellig feestcafeetje. Mm-hmm. En dat is gewoon heel gezellig. En, zoals het feestje gisteren ook. Ja, zoals het feestje gisteren ook. Het feestje was gewoon zo alsof je in de buurvrouw stond. Het was heel gezellig. En daarna zijn wij weer opgehaald door Bianca. Mm-hmm. En toen zijn we naar huis gegaan. En ondertussen heb ik natuurlijk contact gehad met mijn moeder, hoe het met Jordi ging enzovoorts. Het ging allemaal goed. Hij heeft natuurlijk wel pijn als hij moet poepen. Dus ja, daar blijft gewoon even een issue. Maar daar krijgt hij ook paracetamol voor. Onze keuze was ook van, hij is niet ziek of hij heeft geen andere problemen op dit moment vanuit de narcose enzovoorts enzovoorts. Dus daarom hebben wij er ook gewoon voor gekozen om toch Jordi naar mijn ouders te brengen. Want die kunnen ook gewoon heel goed voor hem zorgen wat dat betreft. En die weten ook precies wat ze moeten doen. Dat is hun allemaal uitgelegd enzovoorts. En als hij koorts krijgt of net waar, dan bellen ze ons op. En dan weten wij ook wat we moeten doen. Dus dat is allemaal geregeld voor de mensen die zich zorgen maken daarover. Wij gaan niet zomaar Jordi wegbrengen als het niet gaat met Jordi. En vanavond hebben we weer een feestje. Ja. We hebben een heel weekend feest. Ik ga dadelijk hier in huis van alles doen. En jij gaat dadelijk in de tuin verder van alles doen. Dus ja, jullie zullen minder van ons zien deze vlog. Want ik denk dat het een redelijk korte vlog wordt. Ja, morgen gaan we nog naar oma. Ja, morgen gaan we naar Niels' moeder. Die is jarig. Maar ik weet niet wat ik daarvan film enzovoorts. Dat weet ik allemaal niet. Dus ja, als ik tussendoor nog filmpjes van mijn moeder krijg, dan zie je ze nu. En anders zie je ons waarschijnlijk straks als we ons klaar hebben gemaakt om te gaan. Ja. Dan gaan wij nu lekker aan de slag hier en even ouderloos zijn van Jordi. En heel eventjes aan één stuk door ons ding doen. Ik ga lekker aan de poets en Niels gaat tuinman spelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou eigenlijk gisteren nog laten zien hoe we eruit zagen voordat we gingen. Maar dat ging allemaal weer zo snel en ik ben dat helemaal vergeten. We hebben gisteren een heel gezellig feestje gehad. En ook daar heb ik niet gefilmd. Ik vind gewoon niet dat dat hoort. Mensen zijn daar om gezellig een drankje te doen en gezellig te feesten. En het is niet aan ons om daar überhaupt iets van vast te leggen en al helemaal niet voor zeg maar het hele YouTube gebeuren. Dus vandaar dat daar ook niks vastgelegd is. Wel heeft mijn moeder gisteren nog het een en ander gefilmd met Jordi en daar gaan jullie nu een paar clipjes van zien. Jordi, goedemorgen, goedemorgen. Hallo Jordi. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Wacht. Zo. Is met opa aan het spelen. Zo. Oh.
We hebben nu lekker gegeten. Maar vissen kunnen veel langer onder water blijven, Gijs, want die kunnen onder water ademen. Komen we nu omhoog? Boekspiertraining. Je ziet dat alle duimpjes en wespen daarop achter. Zometeen is dat afgelopen. Met opa en oma gaan we eventjes naar de winkel toe. Opa. Piepoes. Naar huis. Nou, die waren toch best leuk, of niet? Zijn, dat is jouw moeder. Ja, oma van Jordi. Ja. En jouw moeder was 75 gisteren. Ja. Ja, daar gaan wij nu naartoe voor eventjes de verjaardag te vieren. Wij gaan daar ook Jordi weer zien, want mijn ouders die gaan nu ook eventjes naar zijn moeder toe, eventjes op de koffie voor de verjaardag. En dan nemen we Jordi weer mee naar huis en mijn ouders gaan dan ook weer gewoon naar huis. Ik ben even zijn eten aan het warm maken en die gaat Niels zo geven. Niels zit nog heel eventjes op het geitenhuis. Krijg je van het zuipen. Jordi is even lekker nog aan het spelen en dan gaan wij hem zo eten geven. Tenminste, Niels gaat dat doen. Ik denk dat het klaar is. Jordi heeft al gegeten. Nou gaan wij eten. Wij eten maaltijdsalade met kippetjes. En Jordi's poeperij gaat eigenlijk wel heel goed. Precies eigenlijk zoals ze voorspeld hadden, Niels. Ja. Ik kan Niels nou niet in beeld brengen. Die zit in zijn boxershort en die heeft het warm. Dus vandaar dat ik dat nou niet doe.
Dat kan niet alle ogen kunnen dat aan, namelijk. Een sexy lichaam. Ja, jouw goddelijke lichaam, mijn jongen. Maar goed, wij gaan even eten. En dan gaan wij zo dadelijk even weer opruimen hier. En Jordi naar bed brengen enzovoort. En dan ga ik straks weer editen. Om de video morgen weer online te krijgen. Jordi wil nog niet slapen. Nee, jij wil nog niet slapen, hè? Veel te warm. Veel te warm. Ja. Snap ik ook wel, want het is ook echt warm. Ik ga nog even verder knuffelen met Jordi. En dan hoop ik dat hij toch dadelijk gaat slapen. En dan kan ik nog even editen. Ja. Lekker ding. Ja. Hé, hey, dikke me. Hallo. Laten we me wel even aangekleed, alsjeblieft. Wij hebben nog een avondje met Jordi gehad. Want Jordi wilde niet slapen, dus wij zijn eerst gaan wandelen. Ja, toen hebben we nog een badje gedaan. Ja, toen zei ik tegen Niels van, weet je, ik ga mijn bad doen. Het is goed met jou, want... Dus we hebben het badje van hem naar buiten gezet. En daar heb ik hem in bad gedaan. En dat was ook wel lekker verfrissend voor hem, volgens mij. Want hij is kort daarna gelijk geslapen. Hij ligt nou alleen met een pamper in bed. Inderdaad, dus lekker verkoelend en... alles geweest voor hem. Ja, en ik heb verder alleen dan nog maar kunnen editen. En ja, dat is eigenlijk onze avond een beetje geweest. Jij hebt het zwembad een heel eind afgemaakt met de dingetjes pompen, aansluiten enzovoorts. Mm-hmm. Want het zwembad staat nu. Ja, deze ups en downs is weer helaas ten einde. We hebben een druk, leuk feestweekend gehad. En we hebben jullie wel gemist, hè? Ja. Nee. Blij dat hij weer thuis is. Ja, inderdaad. Dat is toch ons ventje, hè? Je mist hem toch. Maar dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. En wij gaan naar bed toe. Wel trust. Slaap lekker.